Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft aan aannemers die nog gelden van de regering moeten ontvangen om wat extra geduld gevraagd. De bewindsman geeft prioriteit aan het uitbetalen van personen die kort voor de verkiezingen in dienst zijn genomen. Maar u moet weten dat het een overweging nu is. Wie moet ik betalen? Wie moet ik voorkeur geven? Het is niet makkelijk. Die ondernemers, dienstverleners hebben gewerkt. Die hebben recht op betaling. We vragen wat ademruimte na begin volgend jaar. En dan hoop ik dat volgend jaar we deels kunnen aflossen. Maar nu zit ik met zoveel ambtenaren die ook betaald moeten worden, die niet meer kunnen wachten. En ik kan kiezen, ofwel neem ik niemand in dienst. Toch, dan blijft iedereen op straat. Dat is een keuze die ik ook kan doen. Misschien volgend jaar moet dat gebeuren, ik weet het niet. Maar als wij er financieel niet uitkomen, ga ik wel een keuze moeten maken. Tot zover OW-minister Riyad Noor Mohammed. Anthony Wong, voorzitter van de aannemersvereniging, zegt dat aannemers nog wat geduld zullen betrachten, ondanks dat het voor hun een grote uitdaging is. Het is natuurlijk een hele zware tijd, het is heel weinig werk. En natuurlijk de kosten blijven doorlopen. Maar gezien, laat maar zeggen, het is een minister die zich wel aan zijn woord houdt. En we willen ook meewerken erin, want we weten wat voor puinhoop is achtergelaten. Dus wat dat betreft, willen we nog even het geduld trachten. En wat de minister wel heeft gedaan, hij heeft een commissie laten instellen en die dus van achterstallige betalingen. En dat zal dus, de betalingen zullen komen, komend jaar. Kijk, door het herschikken van de schulden komt er meer geld vrij en dan kunnen de aannemers dan betaald worden. Tot zover Anthony Wong, voorzitter van de aannemersvereniging. De belangengroep is bereid om nog even te wachten voor het ontvangen van achterstallige gelden die zij van de overheid moet ontvangen. Wong zegt dat het gaat om tientallen aannemers.